tot enkele jaren geleden hadden we in onze kathedraal een schilderij hangen waarop vier namen waren geschilderd. Die van Eligius, Willibordus. Tangelmus en Norbertus. Namen die interessant zijn in de geschiedenis van onze kerk hier in Antwerpen. Vandaag nemen we de eerste uit dat rijtje. Sint Eligius. Het schilderij dat vandaag niet meer zichtbaar is, het staat in onze reserve. Het schilderij zegt van Eligius dat hij geplant heeft, plantaverat. Hij is degene die het zaad van het Rijk Gods hier is komen strooien. Op deze zondag, waarin we dat beeld horen gebruiken door Jezus, maar ook door de profeet Ezekiel. Is het mooi om bij de heilige Eligius te blijven stilstaan? Hij is geboren ergens aan het eind van de zesde eeuw, in Limoges, Aquitanië, het huidige Frankrijk. En hij wilde als kind hoefsmid worden, maar kwam terecht in de goudbewerking. En zijn verhaal ja, dat leest als een roman. Want van heel gewone ouders afkomstig uh, slaagt uh, Eligius erin om tot op het hoogste niveau te komen in uh, het koningshuis zelfs. Hij krijgt op een bepaald moment de opdracht als goudsmit een troon te maken en hij doet dat zo goed, maar is ook zo eerlijk om de overschotten van goud terug te geven en dat uh, valt op. En koning Clotarius II, een van de Merovingische koningen, neemt hem binnen uh, als vaste medewerker. En hij wordt zelfs adviseur van de opvolger uh, de zoon van Clotarius Dagobert I. Als uh, hoge functionaris in het Paleis, is uh, Eligius heel opvallend in. Zijn eerlijkheid, zijn zachtaardigheid, barmhartigheid, zijn betrokkenheid bij de mensen die het moeilijk hebben. En hij leidt zelf een heel uh, sober leven. Uh, als een monnik gaat hij door het leven. Als koning Dagobert sterft, verlaat hij het paleis en wordt hij priester. Hij is dan al meer dan veertig jaar oud. En al snel wordt hij ook bischop. Van Noyon-Tournai, Doornik. En eh, als bisschop trekt hij rond. En wat hij doet, is het zaad van het woord rondstrooien. En verkondiging doen, zoals de Ierse monniken dat deden, in de streken rond zijn bisdom. Een van de plaatsen waar hij een enorme bijdrage heeft geleverd is Antwerpen. Vandaar dat wij in de Kerk van Antwerpen Eligius zien als degene die onze Kerk mee gesticht heeft. Daarom zie je hem ook op zoveel plaatsen. In onze kathedraal zelf, maar ook breed in onze regio, hoeveel kerken van de heilige Eligius zijn er niet. En hoe sterk ook is het feest van Sint-Eloy ingeburgerd in onze traditie. Sinteligius, hij heeft geplant, zoals Jezus dat zaad van het woord heeft willen planten. Het beeld is goed om mee te nemen, omdat je er twee elementen in ziet die cruciaal zijn om te verstaan waarover het eigenlijk gaat als we over verkondiging spreken. Ten eerste is degene die zaait. Niet de maker van het zaad. Hij uh, heeft iets in handen dat hij niet zelf geproduceerd heeft. En hij vertrouwt dat doel aan de grond en hoopt dat het zal gaan bloeien. Het is een cruciale rol, die van de zaaier, maar het gaat ook voor een groot stuk over uh, zelf iets ontvangen en het vervolgens terug uit handen geven. Zo werkt verkondiging. We verkondigen niet iets wat wij gemaakt hebben en kunnen het ook niet forceren om te groeien. En een tweede element dat eigen is aan het beeld is dat het resultaat slechts gaandeweg zichtbaar wordt. Geloven, geloofsverkondiging, maar ook gelovig worden is een proces. En het mag heel klein beginnen, benadrukt Jezus, met het kleinst mogelijke zaad. Maar voor je het weet. Heeft de groeikracht ervoor gezorgd dat het een boom is waar velen um, schaduw en rust kunnen vinden. Wij zijn op deze zondag eligius dankbaar dat hij met veel geduld en geloof het zaad van het woord in onze kontrijen heeft gezaaid. En hopen dat het ook vandaag nog blijft groeien en vruchten voortbrengen.